We zijn vandaag op een bijzondere locatie. Ja. Een autokerkhof. Niet zomaar een autokerkhof. Blijf maar kijken.
Het lijkt erop dat dit gewoon privéterrein is. En dat de oude eigenaar al deze auto's heeft verzameld om de onderdelen van te verkopen. Dat staat nergens geschreven, maar dat is het gevoel dat ik erbij krijg. Want er zit namelijk geen structuur in. Het is niet zoals een schoothoop waar je daadwerkelijk de auto's in een rij ziet liggen. Het is hier echt duidelijk allemaal gewoon in het bos gedumpt. Het is niet alleen maar in het bos gedumpt. Het bos heeft er nou ook weer omheen gegroeid. Zoveel verschillende gevoelens als je hier doorheen loopt. Aan de ene kant denk je zonde, het zijn allemaal van die mooie auto's. Maar ja, ze zijn natuurlijk groot met een reden. Een ander gevoel is, ja, ook zo slecht voor het milieu. Het ruikt hier gewoon naar benzine en olie en roest. Maar zo slecht voor de natuur. Aan de andere kant ook gaaf om te zien dat de natuur het allemaal aan het terugwinnen is. Bomen die door auto's heen groeien, het mos dat de auto's aan het opvreten is. Dat geeft me ook weer een goed gevoel. En hoe erg het nu is voor de natuur. Ik moet helaas zeggen dat ik het ook wel gaaf eruit vind zien. Ik heb het altijd al gaaf gevonden wanneer je op locaties bent waar je ziet dat de natuur aan het winnen is van wat de mensen hebben gemaakt. Zoals deze auto die een aardig mosdekertje heeft. Ik heb het helaas nog niet op camera gekregen. Maar deze auto zit ook vol met vogels. Allemaal vogelnesten en waarschijnlijk ook allemaal andere dieren die hier schuilen van roofdieren. Wat op zich ook wel gaaf is. Ik geloof dat ik de weg een beetje kwijt ben. Het is wel echt een doolhof hier. En dit is pas aan de. Alles wat ik tot nu toe gefilmd heb, is pas aan één kant van de weg. De andere kant van de weg heb ik nog niet bezocht. En dan heb ik een paar gave oude schoolbussen gezien. Of gewoon normale bussen, dat weet ik niet. Die wil ik ook nog even filmen. Maakt allemaal mooie plaatjes en mooie foto's. Maar het is zo ontiegelijk slecht voor het milieu. Zo jammer. Wat je ook merkt als je hier tussendoor loopt, het is allemaal niet stil. Het maakt allemaal lawaai. Je hoort constant metalen geluiden en zo. Soms zijn dat vogels die dan op de auto's landen of in de auto's wonen. Andere keren hoor je gewoon het metaal bewegen. Er is dan ook gedeeltes
waar auto's op elkaar opgestapeld zijn. En daar wil je dan niet te lang blijven staan. En je ziet al sommige autostapels die zijn omgevallen. Maar deze locatie is zoveel groter dan je denkt. Loop je nou een uur rond of zo, misschien meer. En nog steeds niet alles gezien. Nou. Het is een raar gevoel om daar rond te lopen. Mijn auto zal wel blij zijn geweest dat ik hem weer kan ophalen en wegreed. Laat me hier toch niet achter. En ik ben blij dat ik een tetanusinjectie heb gehad.